Hoe vaak is er zo'n tentoonstelling? Wij hebben de regio tentoonstelling is 1 keer per jaar. En dan, daarnaast hebben we dan voor de interne leden nog 1 keer een tafelkeuring. En dan hebben we ook nog eenmaal een jonge vogelshow. En dit is een Overijsselse vereniging? Ja, Overijsselse vereniging. En we zijn aangesloten bij de Pakietis Speciaalclub. En dat noemen ze de PSC. Daar zijn we een onderdeel van. Nou, ik zie er behoorlijk wat... Wat kooien staan, hoeveel deelnemers zijn er ongeveer? We hebben op dit moment 353 vogels hier staan. En dat is echt een record. Vorig jaar hadden we er 253. En we hebben er dit jaar 100 meer. En dat is een enorm aantal. En hoe is het met de bezoekers? Met de mensen die komen kijken? Nou, we hadden gisteravond, was het erg gezellig. Want we hebben hier dus een mooie zitruimte. En tot 's avonds laat hebben we bezoek gehad waar 101 vragen werden gesteld. Het was echt een superavond. En vanmiddag verwachten wij dus net voordat het show sluit, dat er nog wat mensen zullen komen. Maar u bent nogal vroeg, is nog wel vroeg afgelopen, 2:30 geloof ik? Ja, correct, het is 2:30. We hebben, onze show is al een dag langer dan dat die vroeger was. Maar we willen de vogels zo min mogelijk belasten. Dus je moet ook niet te lang doorgaan. Want je hoort het allemaal en dat is geen vrolijkheid, maar er is ook een stukje stress bij. En de Pakietenvereniging is de OPC, de Overijsselse Pakietenclub.